Door de financiële crisis is de gemiddelde Nederlander 5000 euro per jaar armer geworden en het had voorkomen kunnen worden. Het bijzondere aan deze financiële crisis is dat we na een diepe recessie geen goede jaren hebben gehad. Normaal denken we over de economie als iets wat groeit met een bepaalde trend. En daaromheen heb je expansies, recessies. Dus je hebt na een paar slechte jaren heb je een paar goede jaren. En na deze financiële crisis hebben we een aantal slechte jaren gehad. Maar de goede jaren zijn uitgebleven. En daarom is de gemiddelde Nederlander armer af dan die was geweest zonder de crisis. Evenals Amerikanen, mensen in andere westerse economieën. Dus in plaats van dat we een recessie en een expansie hebben, hebben we een recessie gehad die permanent ons pad heeft verlaagd. Hoe komt dat? De economie kan op twee manieren groeien. De economie kan groeien omdat je meer productiefactoren hebt. Dus in een klassiek tekstboek zijn dat arbeid en kapitaal. Of omdat je slimmer met die productiefactoren omgaat. En dat noemen economen technologie. Je hebt een bepaald aantal mensen, je hebt een bepaalde hoeveelheid kapitaal, dus activa. En met die mensen doe je meer. En dat heet technologie. En op de lange termijn groeit de economie omdat we constant technologische vooruitgang hebben. Dat is waarom mensen steeds rijker zijn geworden. Maar die technologie die komt niet uit het niks vallen. Daar moet je constant in investeren. En dat doen bedrijven ook constant. Dus je hebt het over investeringen in research en development. Of investeringen in organisatiekapitaal, menselijk kapitaal. Dat doen bedrijven constant. Nu zien we in deze financiële crisis dat die investeringen fors zijn gedaald. Ze zijn daarna enigszins opgekrabbeld, maar ze zijn tijdelijk fors afgenomen. En ze zijn afgenomen omdat het voor bedrijven veel lastiger werd om voor dat soort investeringen te lenen. Ze hebben geld nodig voor die investeringen, daarvoor kunnen ze naar de bank. Maar banken hebben in 2008, 2009, 2010 slechts mondjesmaat dat soort leningen verstrekt. En dat is omdat het tijdens de financiële crisis voor banken erg risicovol werd om investeringen in technologie te financieren. Met name omdat het hele risicovolle leningen zijn. Als je naar de bank gaat en je zegt, ik wil graag 50 miljoen om een idee uit te werken, dan neemt de bank een behoorlijk risico, want jouw idee is slecht onderpand. De bank kan moeilijk, als jij niet terugbetaalt, jouw idee komen ophalen. En het is bovendien onzeker of jouw idee daadwerkelijk productief wordt. Dus in een financiële crisis, waarin banken risico-averse worden, liever op een veilig paard wedden, is het voor bedrijven zeer lastig geworden om die investeringen in technologie te financieren. Wat had er anders gekund? Nou, ik denk dat er voor de overheid wel een productieve rol was geweest. De overheid had dingen kunnen doen om ervoor te zorgen dat die investeringen op peil bleven. Ik denk dat de overheid bijvoorbeeld extra subsidies had kunnen verlenen voor research en development en voor het trainen van je mensen, voor investeringen in menselijk kapitaal. Want die dingen hebben grote maatschappelijke baten. We weten dat het rendement van R&D sociaal groter is dan het privaat rendement. Het trainen van mensen, menselijk kapitaal, is ook goed voor de samenleving, want die mensen werken niet in één bedrijf, die mensen gaan later elders werken, dus die investeringen zijn goed voor iedereen. Is het nou de eerste keer dat dit gebeurt? Nee. Deze financiële crisis is niet uniek. En dat is wel bijzonder. Mensen denken soms dat na een financiële crisis alles weer goed komt. En op basis van het verleden hadden we kunnen weten dat het niet zo zou zijn. Na afloop van de Aziatische financiële crisis, na afloop van de Zweedse financiële crisis, gemiddeld genomen na elke financiële crisis sinds de jaren 60, zie je dat de economie krimpt en vervolgens niet terugkomt naar het oude niveau. Dus er is voor de overheid zeker een productieve rol weggelegd om te voorkomen dat die financiële crisis dit effect heeft.